Bo Bensnieder is in de Moto 3-klasse voor de zevende keer dit WK-seizoen in de punten geëindigd. De KTM-coureur werd in San Marino na een spectaculaire race zesde. Romano Fenati won de twaalfde Grand Prix van het seizoen. Door de stromende regen was het circuit speckgelat geworden. Dat veroorzaakte de ene na de andere valpartij. Bensnieder startte vanaf de zevende plaats, reed al snel vierde, maar zakte na een val naar de twintigste plaats. Het was een chaotische race. Het begin verliep heel goed. Maar misschien wilde ik wat te veel. Ik verloor de controle, zei de jonge Rotterdammer. Geluk nu ieder had geluk. Hij kon zijn race vervolgen. Ik heb nog een man of acht, negen ingehaald en ik wist dat er nog wel veel coureurs zouden vallen. Ik heb uiteindelijk slim gereden en pak goede WK-punten. Anderen hadden minder geluk dan de Rotterdammer. Aaron Kanet was het grootste slachtoffer van alle valpartijen. De Spanjaard kon na een crash in de slotfase niet verder en moest zijn tweede plaats in het WK-klassement afstaan aan FENATI. WK-leider Joam meer eindigde als tweede.